Het ministerie van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken zoekt naar financieringsmogelijkheden voor kleine zelfstandige ondernemers. Daarvoor voert het ministerie gesprekken met verschillende banken. In dat kader heeft minister Reshma Kuldeep Singh de afgelopen week een delegatie van de Surinaamse Postspaarbank, SPSB, onder leiding van directeur Marcel van Kooten ontvangen. Zo staat in het persbericht van de CDS. De eenheden van het ministerie van Arbeid, waaronder Stichting Productieve Werkeenheden en de Stichting Arbeidsmobilisatie en Ontwikkeling, zullen de screening en het op maat begeleiden van ondernemers op zich nemen. Tijdens de bespreking kwam ook aan het licht dat kleine zelfstandigen vaak geen onderpand hebben en de nodige kennis met betrekking tot het opstellen van onder andere een ondernemersplan en jaarrekeningen ontberen. Er zijn afspraken tussen de SPSB en het ministerie van Arbeid gemaakt om in vervolgsessies tot concrete financieringsmodellen op maat te komen.